Musgrave, Ermelo, een handelsmerk, trots Suid-Afrikaans, wat in 2011 herleef is en vir die mark beskikbaar gestel is deur die toewijding van een Suid-Afrikaanse sakeman. Die vuurwapen is deesdae beskikbaar, gebouw op een Mauser VZ24 actie, loop Suid-Afrikaans vervaardig, kolf Suid-Afrikaans vervaardig, een van die beste producte in die wereld. In hierdie geval toets ons die Musgrave Wamenter 308 kaliber, toegerust met de Sig Sauer Whisky 5 telescoop. Voor ons gaan gonge klap, kom ons gesels bykie oor die Musgrave jaggeweer en wat ons so besonders maak. Die hart van die Musgrave geweer is die VZ24 weergawe van die Mauser 98 actie, sedert 1898 die standaard vir jaggewere reg oor die wereld. Die interessante aspek van die Musgrave is definitief die unieke kolf. Speciaal ontwerp om die hak evens hoër te plaas as die kamneus, sodat in die geval van terugskop die kolf verby die skutse wang gly sonder om te veel looplig tot gevolg te hê. Verder belangrike aspek is die vorm van die greep. Die greep is redelijk diep gevormd met een speciale hoek om zeker te maken dat als je aanlee, dat je gewrigrechtheid is, dat je rondom die kolf kan komen en dat je vinger in die correcte positie op je sneller val. Aan die voorkant van die kolf, vooral op hierdie warmend model, is daar lucht inlaten zodat die loop vinnig afkoel. En die kolf is baie breed gemaakt om zeker te maken dat je een stabiele rus met hom kan krijgen wanneer je van een rus afskiet. Die ruitwerk is uitstekend uitgevoerd. Die hout is gelamineerde hout wat het een ontzettend stabiele kolf maak in alle weersomstandighede. Geen wonder dat daar meer as 2000 van hierdie gewere in ons jagvelde en op ons skietbane presteer nie. Sig Sauer teleskope sal van jaar af in die Suid-Afrikaanse mark beskikbaar wees. Die hoofdoel van hierdie ontwerpe is vir die competitie in die skuifskietmark, waar Sig Sauer beplan om een wereldleier te word. Die Whisky 5 2.4 tot 12x56 teleskoop met een 30mm buis, alles integraal, geïllumineerde kruisstrade wat van verskillende helderhede verstelbaar kan wees. Die versteltorings word beskermd deur doppies wat afgedraai word en is allemaal handverstelbaar. In alle gevalle het dit ook die sogenaamde return to zero, soos ons in goeie Afrikaans sê. Die teleskoop self het een mat afwerking met een aantrekkelijke kleur. Die optica is uiteraard van die saak, soos wat een mens van Sig Sauer kan verwag, topklas. Ek was in staat om deur die teleskoop te sien waar die skoot geval het. En dit is alles te danken aan die ergonomiese ontwerp van hierdie Musgrave kolwe. Ek dink ek is reg om groeperings te skiet. Regtig 'n goeie groepering, een van my bestes met die Musgrave en die Whisky 5, ek hou ook natuurlijk van die naam, nou is dit tyd vir die gongbaan. Het is vir my lekker om te sê dat die Musgrave beskikbaar is in 6 modelle en 17 kalibers. Enige Suid-Afrikaanse jagter sy behoeftes kan nou hiermee voldoen word en ek hoop julle kyk ernstig na hierdie produk.